Goedendag. Ik wil u kennis laten maken met de BS100 van Samlex. Klein apparaatje zit in dit doosje. De BS100 is een hartstikke handige oplossing voor als u een tweede accu wilt bijladen. Het komt steeds vaker voor dat mensen een tweede accu hebben op hun boot, in de camper of in de auto zelfs. En het is de bedoeling dat als de motor draait, dat hij niet alleen de startaccu bijlaat, maar ook de huishoudaccu, de tweede accu. De BS100 kan dat. Het is een intelligente schakelaar en dient in de meeste gevallen perfect als vervanging van zogenaamde diodebruggen. Diodebruggen hebben en hadden tot doel om twee accu's tegelijkertijd op te laden en ervoor te zorgen dat de ene accu tijdens het stilstaan niet de andere kon leegtrekken. Maar de BS100 biedt een perfect alternatief daarvoor en heeft ook als groot voordeel dat er geen spanningsval plaatsvindt. Waardoor de laadstroom die op de startaccu wordt aangeboden, die komt ook op de huishoudaccu terecht. En niet soms wel een half volt lager als met een diodebrug. De BS100 werkt ook de andere kant op. Dus op het moment dat u stilstaat op een kampeerplek, dan kunt u de huishoudaccu opladen, bijvoorbeeld via zonnepanelen. En tegelijkertijd wordt ook de startaccu bijgeladen. Dus dat is een erg handig apparaatje. We gaan hem aan de test onderwerpen. Goed, we gaan dus de BS100 laadstroomverdeler eens aan de tand voelen. De BS100 is een heel klein laadstroomverdeler. Als ik mijn vinger erbij had, krijgt hij een beetje een idee van de verhoudingen. De BS100 sluit je op een heel eenvoudige manier aan tussen de startaccu en de huishoudaccu in. Daarvoor ziet u aan deze kant ziet u de ingang voor de startaccu. Nou, die is direct verbonden in mijn geval. Met een korte kabel. En de andere, de uitgang, die gaat naar de huishoudaccu, de plus van de huishoudaccu. Voor deze testopstelling heb ik de midden van de accu's via die zwarte kabel die hier achter loopt met elkaar verbonden. Want ik heb hier geen autochassis. Normaal doe je dat aan het chassis. Leg je de min van de ene aan de kant van de startaccu, leg je aan het chassis vast. Die schroef je erop vast. En huishoudaccu idem. Dan krijg je ook eenzelfde stroomkring. Verder wordt de BS100 laadstroomvoordeler heeft ook een min-aansluiting. Dat is dat kleine, korte, dunne draadje wat hier loopt. Dat sluit je normaal ook aan op het chassis. Dat is nauwelijks stroomvoerend, want het dient alleen maar om de BS100 te functioneren. En alle stroom loopt door de dikke kabel, tussen de rode dikke kabels en de zwarte kabel. Dus dit is eigenlijk alleen maar een stuurstroomkabeltje wat je hier ziet. Straks gaan we verder kijken hoe de BS100 zich gedraagt in de praktijk. Belangrijk onderdeel van onze test is natuurlijk om te kijken wat de startaccu en de huishoudaccu doen op het moment dat ze worden bijgeladen aan de kant van de startaccu. Dat is de normale situatie waarbij de automotor start en dan wordt normaal alleen de startaccu opgeladen, maar via de BS100 wordt ook de huishoudaccu bijgeladen. De startaccu wordt met deze gele meter, wordt de spanning gemeten, die staat op bijna 12,8 volt, dus die is bijna vol. De huishoudaccu is 12,8 volt, dus de idem, ook een goede gezonde situatie. Nu werkt de BS100 als volgt. Op het moment dat er aan de startaccu een laadspanning wordt aangeboden, in ons geval via de acculader, maar in de meeste gevallen is dat via de autodynamo, dan zal de normaal alleen de startaccu worden opgeladen, maar de BS100 die kijkt naar de spanning of van de startaccu. En zodra die een bepaalde waarde overschrijdt, 13,2 volt, dan wordt ook de huishoudaccu bijgeladen. Nu staat die huishoudaccu op 12,8 volt. En nu zal het zo zijn dat als ik de acculader aan ga zetten, wordt eerst de startaccu opgeladen tot boven die 13,2 volt. En vervolgens zal de huishoudaccu worden meegeladen. Omdat de startaccu al vrij vol is, zal dat proces vrij snel gaan. Dus we gaan kijken wat hij gaat doen. Ik zet de acculader aan. Dan zie je dat de startaccu zal worden opgeladen. Ja, daar gaat hij. En we gaan... Ja, we horen de BS100 horen we schakelen. En op dat moment zie je dat de huishoudaccu wordt bijgeladen. Dus die worden eigenlijk parallel aan elkaar met eenzelfde laadspanning in ons geval. En dat is ook
goed, want het zijn korte, dikke kabels. Dus je hebt niet al te veel spanningsverlies in deze kabels. Op dit moment worden beide accu's parallel aan elkaar opgeladen. Dus dat is wat de B100 doet. Hij werkt ook andersom. Dus stel dat u ergens op een kampeerplaats staat. En u heeft daar een 230 volt accu lader, zoals deze. Dan gaat uw huis dat accu opladen met tegelijkertijd. Wordt ook de startaccu wordt bijgeladen. Het voordeel van deze B100 is dat je geen spanningsverlies krijgt. Dus wat er wordt aangeboden aan de startaccu, wordt ook aan spanning aangeboden aan de huishoudaccu. Dus je hebt nog wat van die diodebruggen die een spanningsval hebben van 10 tot wel een half volt. Waardoor eigenlijk de huishoudaccu niet goed wordt bijgeladen. Nou, dit was een korte demonstratie, test van de werking van de B100. Hij is ook in grotere varianten tot 500 ampère beschikbaar. In de meeste gevallen volstaat deze B100, want die kan een maximale laadstroom aan van naar 100 ampère. Dat is in de normale omstandigheden met auto's en busjes, kampeerbusjes en ook boten over het algemeen voldoende. Eventueel bij twijfel kunt u ook de BS 160 nemen. Nou, tot zover.